Oké, ik ga jullie wat vertellen over de manier waarop wij trainen het hele jaar door. Zodat we niet, als we dan zo'n lange trektocht doen, dat we dan 10 minuten al door onze hoeven zakken. Nou, hier op de grond ligt het een en ander. Nou, iedereen begrijpt natuurlijk dat een kussen niet te eten is en de gewicht ook niet. En het is geen doen om elke keer de hele gearlist in te pakken en uit te pakken. Dus we hebben allerlei alternatieven bedacht waarmee we dan trainen. Nou, maar dan kun je onderweg kun je ook nog even lezen. Goed. Nou, ik zal het dus eventjes laten zien hoe we dit in gaan pakken. Nou, om te beginnen is het al heel erg belangrijk dat je het gewicht aan de achterkant hebt, in het midden. Onderin doe ik nieuwe kussens, zodat ze niet te ver naar beneden zakken, de zware objecten. Er staat een heel mooi boek. En onderweg gaan we altijd wel even iets drinken en dan heb je een leuk boek bij je. Gemiddeld lopen we met 14, 15 kilo. Dat is ons streven. We wegen werkelijk alles, maar dan ook alles. Om ervoor te zorgen dat we zo licht mogelijk bepakt zijn. Wel alles bij ons. Maar echt met een minimum aan objecten. Nou, dan hebben we ook een unster. En die doe je hier omheen. En dan zet je hem aan. Als het goed is, zet je hem dan aan. En dan. Wordt dit het?